Dit is de schaats waar ik de Elsinde toe op heb geschaats. Ja, dat was toen zo. En die andere ben ik kwijt. Iedere plas of sloot en ieder meer was bevroren in de winter van 1996-1997. Nederland was in de ban van de winter en van de Elfstedentocht. Het hele land wachtte begin januari 1997 dan ook in spanning af of de tocht der tochten er zou gaan komen. Het was natuurlijk heel erg spannend, maar het was een hele goede winter. Het was al voor de kerst begonnen met vriezen en er lag een prachtig ijs in. Het was er met stil weer ingekomen, weinig sneeuw. Dus ja, dit mocht niet mislukken dit jaar. Ik was wel in vorm, dus goed blijven eten en rusten. En ik denk, als die komt, dan ben ik er klaar voor. Maar hoe dat precies ging, ja, iedereen had het er gewoon over. Het was gewoon, maakt niet uit waar je was. Iedereen had het over de Elfstedentocht. Kom je of kom je niet. 25 jaar geleden was het toenmalig voorzitter van de Vereniging de Friese Elfsteden, Henk Kroes, die tijdens een persconferentie de inmiddels beroemde en verlossende woorden sprak. Dames en heren, het gaat on. Dan ben je 26 jaar. Ja, je bent marathonskaaser. En dan komt de tocht. Die komt dan precies op jouw goede leeftijd en alles. Ik denk, ja, die komt bijna nooit. En dat wist ik ook wel. Dus ik vond het fantastisch. Ik denk, nou, die ga ik mooi meemaken. Dan leef je in een roes. Je bent ongelooflijk bezig met alles wat de organisatie betreft. Je slaapt nauwelijks. En als je 's nachts een keer wakker wordt, dan schrijf je dingen op waar je aan moet denken. Alles is daarop gericht. Toen met dat stadsgord, ja, ik dacht gewoon, nou, daar gaan we dan. Ja, daar ben ik heel nuchter in hoor. Ja, en je kunt het heel speciaal maken. Natuurlijk, het is wel een speciale wedstrijd. Bij de media maken het natuurlijk een speciale wedstrijd. Het is gewoon 200 kilometer kaatsen. Eén rondje en ook niet te moeilijk doen. Die bewuste tocht was een pittige. De zwaarste misschien wel sinds de editie van 34 jaar eerder, die bekend staat als de hel van 63. Die tocht, het ijs was goed in 97. Het grote verschil met 63 toen het ijs heel erg slecht was en er erg veel sneeuw lag. Maar nu speelde de wind een part. De wind kwam uit het noordoosten vandaan. Hier tot aan Staveren hadden ze voor de wind. Dus ze konden glijdend zo naar Staveren toe. Maar toen daar vandaan tot aan Dokkum ging alles tegen de wind in. En dat is de helft van de tocht in één keer continu doorrijden. 100 kilometer tegen de wind in beuken. Windkracht 5. Nou, dat geef ik je te doen. Dit was 's morgens, we zijn om 5:30 gestart. En dit is... Het is al een uur of 8 zijn geweest of zo, ik weet het niet, 7:30. Omdat het 4 januari is en dan is het nog vrij vroeg of lang donker, 's morgens. Dus we moesten echt wel een kilometer of 50 denken of misschien wel 60 in donker gaan. En het was ook nog wel vrij koud, ja. Ja, gevoelstemperatuur was toch wel minder 15 of zo, misschien nog wel kouder, ik weet het niet. Maar overdag was het eigenlijk, het ijs was heel goed. Overdag was het ook niet stervenskoud, er stond veel wind. Windkracht 6 of 7 misschien wel, echt niet normaal zoveel wind. En ik kan echt wel goed sprinten, maar ik kan beter tegen de wind insprinten dan met wind in de rug. Qua techniek daar. En toen kwamen we op de bonken vaart en toen vernam ik het eigenlijk gelijk. Ik dacht, ja, we hadden wind in de rug. En toen dacht ik van, oei, dat is niet zo fijn. Ik denk, maar goed, gelijk begin. Ja, je hebt natuurlijk super stompe schaatsen en alles. Dus die insprint, ja, dat ging niet helemaal zoals het eigenlijk hoorde. Dus ik werd tweede. Ja, als je dan 200 kilometer rijdt en je wint het met zo'n klein stukje verschil. Ja, er moet één winnaar zijn. Het enige waar ik over in zat, hoe prakken we die winnaar zometeen van het ijs af en zorgen we dat al die mensen zo snel mogelijk de wal weer opkomen, want je blijft op de ijsvloer staan. Dus voor mij was het allerbelangrijkste van zo snel mogelijk de winnaar van het ijs halen en de huldiging elders voort laten zetten. Dit is de schaats waar ik de Elfstedentocht toe op heb geschaats. Ja, dat was toen zo. En die andere ben ik kwijt. Die liggen ergens, denk ik, ergens in een museum of zo, maar ik weet niet wat voor museum. Dus ik moet maar een keer intikken wat voor museum mijn schaars is. Bij grote sportevenementen blijft vaak vooral de winnaar in het geheugen gegrift. Maar dat geldt in dit geval niet voor Erik Hulsebos. Zijn tweede plek in 97 veranderde zijn leven voorgoed. Is niet uit te leggen. Ik deed van die spreekbeurten. Ik ging ook nog optreden in feesttenten. Ik had
allemaal contracten met prachtige bedrijven. En ik moest eigenlijk veel meer afzeggen dan wat ik aankom. Want ik deed er honderden per jaar aan optredens en klussen. En dat is gewoon niet te snappen. En nu nog steeds. Het houdt niet op. Dat is heel erg, dat vind ik wel heel erg bijzonder. Hulzebos kende later nog een mooie carrière op het ijs, totdat hij in 2010 stopte als professioneel schaatser. De tocht van 97 heeft een diepe indruk achtergelaten op veel Nederlanders. Toch is er inmiddels een hele generatie opgegroeid die nooit een Elfstedentocht heeft meegemaakt. Ja, ik vind het ongelooflijk jammer. Want ja, schaatsen hoort erbij. Ik ben opgegroeid op een boerderij die alleen maar over water bereikbaar was. Dus wij moesten kunnen schaatsen, anders dan naar school. We moesten ook naar school schaatsen in de winter als het ging vriezen. Maar dat is nu een zeldzaamheid. Dus er groeien hele generaties op die niet meer leren schaatsen. Omdat het domweg niet gebeurt. Omdat er domweg geen winters meer zijn waarin het ijs voldoende bevroren is om te kunnen schaatsen. Als het weer omslaat en je hebt even een weekje goed vast. Echt min 10 of min 12, 13 in die buurt en geen wind en geen sneeuw, dan is het er. Dus, maar dat kan ook nog wel 20 jaar duren. Dat weet echt niemand. Dus laat je niks wijs maken, maar dat weet gewoon niemand. Nou, ik vrees wel een beetje. We zien steeds dat het slechter wordt, dat er temperaturen omhoog gaan. We hebben nu weer een maximum bereikt. Nou, dat is natuurlijk heel slecht om dan nog een keer een tocht te kunnen organiseren. Binnen hoeveel jaar moet die komen? Nou, dat is maar net hoe ik mezelf onderhoud. Ik fiets nou wel een beetje af. 1 of 2 keer in de week zit ik op de mountainbike. Dus ik ben fit. Dus, ik kan wel schaatsen. En schaatsen verleden is net fietsen. Dus we gaan gewoon mooi met elkaar naar Leeuwarden. En dan gaan we daar rondjes schaatsen en dan hou daar ook weer gehad.